In de omgeving van Lembeek gaat op paasmaandag al meer dan 800 jaar de paasprocessie ter ere van Sint Veroon uit. De kasdragers die het zware zilveren reliekschijn op hun schouders torsen, leggen beschermd door 4 regimenten in historische soldatenuniformen hun tocht af van zo'n 18 kilometer langs de gemeentegrenzen. Lembeek is een dorp gelegen natuurlijk op een meander van de Zenne. En de gemeentegrenzen zijn ongeveer 20 kilometer lang. En die processie die gaat al ongeveer 800 jaar uit, geloof ik. Elke maandag van Pasen. En die volgt dus de gemeentegrenzen. En het speciale daaraan is dat de processie stopt aan elk café dat onderweg tegengekomen wordt. En dat men dus het schrijn van de Heilige Veroon daar op een cafétafel zet. Daar wordt speciaal een cafétafel buiten gezet. Men zet het schrijn erop. En de processiegangers hebben dan het recht op een glas bier of een glas jenever. Want ja, Lembeek was een stokersdol vroeger ook. En dat geeft dus de pastoor de tijd om met de relieken van Sint Veroon, die in een zilver arm zitten, om daarmee de ronde te doen van al de geburen. In de jaren 60 moet ik zeggen, door de secularisatie waarschijnlijk, was de interesse voor die processie zodanig gezakt dat het schrijn met wie erachter ging, dat ook en al een man of 15, 20 was. Maar sinds in de jaren 80 is het naast een processie ook een evenement geworden waar heel veel mensen naartoe komen. Ook omdat het een leuke wandeling is en ook omdat ze het heel bijzonder vinden dat een katholiek evenement als een processie aan elke café stopt. In deze processie lopen 4 regimenten soldaten rond die elk voorzien zijn van hun eigen historische uniformen. Ja, dat is typisch. Dus vroeger waren het eigenlijk boerenknechten gewapend met rieken. En na de slag van Waterloo, 1815... Waren er in Lembeek, waar veel troepen gelegen waren, onder andere van de prins van Oranje, waren zeer veel uniformen achtergebleven. En dus die Lembekenaren vonden niet beter om met paas, in plaats van met hun boerenkiel en hun riek, in de processen te gaan, deden zij dus tweedehandse of gerecupereerde uniformen aan van diverse regimenten die meegestreden hebben in de slag van Waterloo. De paasprocessie start om 3 uur in de ochtend. Dan maken de regimenten zich op om het schrijn van Veroon te beschermen. 'S Morgens vroeg om 3 uur beginnen ze met het blazen van de reveil. En dan om 8 uur begint de processie. En dan tegen 6, 7 uur s'avonds is iedereen terug in het dorp. En dan wordt er nog lang gevierd. En dinsdag, de dinsdag na Pasen natuurlijk, dan gebeuren er wat men noemt militaire oefeningen. Militaire oefeningen in Lembeek, er komt altijd veel bier bij te kijken. En dus dat wil zeggen dat alle regimenten op verschillende plaatsen uitgenodigd worden, waaronder natuurlijk ook Brouwerij Boon, waar ze tussen 4 uur en 6 uur de dinsdagnamiddag ontvangen worden, waar ze dan altijd een concert geven en waar natuurlijk menig geus en kriek gedronken wordt. Hè. En dan s'avonds om 6 uur gaan ze naar het stadhuis om hun soldij te ontvangen. Wie de paasprocessie zelf eens wil meemaken, die moet alvast paasmaandag 2014 in zijn agenda noteren.